Wegens de afschaffing van de SMPO in 2023 en de daardoor massaal in onbruik liggende aquarelverf raakte de continenten volledig overspoeld door overtollig water. Omdat niemand ze ooit nog leerde maken, werden papier-maché-werkjes, macaroni-knutsels, perspectiefstudies en waarnemingstekeningen het felstbegeerde goed. Dit is Waterverf World. Ah, is mijn kleindochter wat tekeningen aan het maken? Oh, trekt weer op geen kloten, hè? Moet dat een hond voorstellen? Nee, een paard. Check toen dat hij denkt dat een paard eruit ziet. Mm-hmm. Klik nog meer op een brommer. Ze heeft nooit PO gekregen. Ja, oké, maar deze is echt wel voor te blaten. Als er een paal die een brol ziet, dan gaat ze onttagen. What the fuck is dat hier? Hey! Huh? Kun je die buchtkei wegvallen, ik zou hier nog meisje kunnen ontvangen. Dat is al 14 jaar en dat heeft nog handen als harken. Hoe zou ze het ooit moeten geleerd hebben, jong? Ja. Ze krijgt wel geen PO, hè? Nou, ik kon er mijn andere keer van goed echt bij toont, of redt ze misschien niet meer hoe dat ze eruit zien. Ze heeft het van geen vreemde. Ik kan ook voor geen meter tekenen. Dus ma, we zouden nog vrij schone kindertekening van Milijn. Een T-Rex, waarvan je opeens nog kan gekalkeerden. Toon dan maar eens wat je kunt. Allee, maak dan maar eens een modeltekening. Ah, je model kan het wel een keer proberen, maar ik zie er alleen maar een walvis die op de poort is. Oh. En we sturen dat toch als kind van ons wel naar Sint-Lucas. Ja, meneer de kunstprofessor. Mijn dochter zit nu al een heel semester op Sint-Lucas. En het eerste dat ze mee terugkomt is een tattoo op haar rug en een lesboekkapsel. Pa. Oh, maar ze heeft al veel werkjes gemaakt, hè. Ah ja, toonmerk, hè. Deze paper bijvoorbeeld over representation of disabled feminism in contemporary performance art. Ja, bedoel meer of dat ze al een paar dat leren tekenen of zo, hè. Ja, of een auto, dat is ook vrij moeilijk. Maar moeite niet, bitch! Met dat soort frivoliteiten houden wij ons niet bezig, hè. Als we verwachten van onze studenten dat ze allemaal leren tekenen, we zouden rap de deuren mogen sluiten. Talent kun je niet aanleren. Fucking hell, kloppers. En hier, leer je maar wat eten met wat tutorials op YouTube of het een of ander. Mijn houtsculptuur. Ja, stek brul, ja. Het is hier geen aan haar, hé. Verdomme.